Goeiedag allemaal. We hebben vandaag Joran uit Deurne. En hij heeft 1 jaar geleden hartaanslag gehad met de 4CT-techniek. Hij is vandaag hier met zijn eindresultaat. Dus we willen graag vragen hoe hij dat ervaren heeft. De behandeling zelf is me zeker niet tegengevallen. Viel eigenlijk allemaal heel erg mee. De dag zelf, de behandeling, ja, je krijgt een roesje, dus je krijgt er niet heel veel van mee. Dus ging eigenlijk allemaal vrij snel voorbij. De dag erna lichte last van het vocht, maar verder viel het allemaal wel mee. Er gaat wat tijd zitten nabehandelen, het wassen, er gaat wat tijd in zitten. Maar verder ja, viel het eigenlijk allemaal redelijk mee en ben ik heel blij dat ik het gedaan heb. En toen, daarna 6 maanden geweest, toen begon haren te groeien, hoe is jouw leven veranderd? Ja, eigenlijk al direct merkte ik verschil. Voornamelijk omdat voorheen had ik helemaal bijna geen haar meer op mijn hoofd. Ik had mijn hoofd op kaal geschoren en het leek daardoor wel of ik ziek was. Ik kreeg al stoppeltjes. Dus het zag er al meteen een stuk gezonder uit. En doordat je er gezonder uit gaat zien, ben je ook zelfverzekerder. Eigenlijk ging alles direct de goede kant op. Zelfvertrouwen was terug? Zelfvertrouwen was terug, ja. Vooral, ik zit in de verkoop, dus ik ben een verkoper. Ik ben toen ook voor mezelf begonnen. Wat leuk! Ja, en dus eigenlijk, alles is meteen de goede kant op gegaan. Ik kan het iedereen aanbevelen. Het is gewoon, het doet gewoon heel veel meer met je dan gewoon uitstraling. Ja, het doet gewoon heel veel met je. Die motivatie hoorde ik net van jou, dat je ook voor je eigen begonnen was, ja. Daarna. Hè? Ja, voor mezelf begonnen, 6 man personeel, een paar winkels. Wow. En alles is echt de goede kant op gegaan. Dat is leuk. Dat kan heel veel geven aan mensen, dus mooi. Dit is wel een goed moment om dit te vieren, denk ik. Ik heb wel speciaal champagne voor je meegenomen. Kijk. Dus dit gaan we samen vieren. Dat is een goed plan. Ja, oké, super. En ik wens jullie ook een goede dag nog. En jullie zien de volgende filmpjes binnenkort van de andere patiënt van ons. Tot ziens. Okay.